Het leven van een moeder is niet altijd even gemakkelijk. Ze hebben druk en dragen veel verantwoordelijkheid. Soms doet het als moeder wonderen om gewoon een beetje steun te krijgen. Deze video laat daar twee voorbeelden van zien. Jackie Johnson-Smith. Jackie Johnson-Smith was een sterke vrouw uit de Verenigde Staten die regelmatig een uitdaging voor zichzelf aanging. Ze zat jarenlang in het leger, waar ze leerde hoe ze nog sterker kon zijn en hoe ze met druk kon omgaan. Jackie liet niet met zich sollen. Na al die jaren in het leger besefte ze wat ze echt wilde en ze besloot om zich te settelen. Jackie hoopte te trouwen en een gezin te beginnen. Deze droom kwam een paar jaar later uit. We nemen nu even een sprong in de tijd en arriveren bij Jackie als ze een moeder is en net haar derde kind verwelkomt. Twee kinderen hebben kan al uitdagend genoeg zijn, maar nu moest ze ook nog voor een ander kleintje zorgen dat continu zorg en aandacht nodig heeft. Zij was dus steeds moe van al dat werk. Het was moeilijk voor haar en haar man. Ze hadden weinig vrije tijd voor elkaar of voor zichzelf. Dus besloten ze op een avond een hapje te gaan eten om hopelijk de batterijen op te laden en een leuke tijd met elkaar te hebben. Het was nodig. Ze hadden al een hele tijd niet meer zo'n avond of zelfs maar een pauze gehad. Dus waren ze van plan hier echt van te genieten. Jackie voelde zich ook anders sinds ze moeder was geworden. Het was lastig om goed voor zichzelf te blijven zorgen. Ze zag er niet meer zo glamoureus uit als vroeger. Ze had niet de tijd of de energie om zich mooi te kleden of om steeds make-up aan te brengen. Haar drie kinderen waren nu haar prioriteit. Net als elk ander koppel hadden Jackie en haar man wat problemen. Soms voelden de beiden zich moe nadat ze ouders werden. Het was niet altijd zo mooi en gemakkelijk als het leek. Dit was het echte leven. Het was goed om eens een avondje uit te hebben, zodat ze weer echt contact konden maken. Het was goed voor het hele gezin. Ze probeerden altijd hun best te doen, ook om een goede echtgenoot en echtgenote te zijn. Toch hadden ze soms hun twijfels. Jackie voelde zich soms onzeker. Ze wist dat ze er nu een beetje anders uitzag sinds ze moeder geworden was en dat ze minder goed voor zichzelf zorgde. Ze besefte ook hoe geweldig en knap haar echtgenoot was. De combinatie van al deze dingen zorgde ervoor dat ze onzeker werd. Ze wilde de rest van haar leven met haar man doorbrengen, maar soms vreesde ze dat hij haar zou verlaten voor iemand die jonger en mooier was. Ze wist dat ze die gedachten achterwege moest laten, maar soms was ze in de war. Haar vertrouwen werd op de proef gesteld toen ze die dag uit eten gingen. Het gezin koos een restaurant dat Fong's heette in Iowa. De kinderen waren dol op pizza en Jackie en haar man genoten ervan hun kinderen blij te maken. De familie bestudeerde het menu en bepaalde wat ze wilden bestellen. Ze riepen een ober en plaatsten de bestelling. Later, toen Jackie naar het toilet ging, gaf een serveerster een brief aan haar man. Toen Jackie terug was, zag ze het briefje op de tafel liggen. Allerlei negatieve gedachten gierden onmiddellijk door haar hoofd. Waarover ging dit briefje? Waarom had haar man een brief van de serveerster ontvangen? Jackie voelde zich ellendig. Kende haar man die vrouw? Probeerde de jonge dame haar telefoonnummer aan haar man te geven? Hoe zou haar man reageren? Ze zag dat haar man zijn telefoon tevoorschijn haalde. Wat? Ging hij haar nummer nu echt opslaan? Jackie panikeerde. Ze wist dat ze zich niet zo moest voelen of er zo over moest denken, maar ze voelde zich gewoon vreselijk. Ze had er een slecht gevoel over en stelde zich verschillende rampscenario's voor. Ze voelde zich emotioneel en boos. Haar man keek verward. Hij merkte dat zijn vrouw zich anders gedroeg, maar hij begreep niet wat er aan de hand was. Ze leek overstuurd te zijn door iets. Was het misschien over het briefje dat hij van de serveerster had gekregen? Dacht ze dat er iets negatiefs aan de hand was? Jackie besloot het briefje te lezen. Ze wierp haar man een teleurgestelde blik toe en pakte het stukje papier vast. Toen ze het las, kreeg ze tranen in haar ogen. Ze kon niet geloven wat ze las. Dit had ze nooit verwacht. Ze had het zelfs nog nooit meegemaakt. Haar man glimlachte naar haar. Toen Jackie het papiertje las, zag ze wat de serveerster had geschreven. Ik heb één van je pizza's betaald. Bedank je vrouw dat ze borstvoeding geeft. Het vulde haar hart met vreugde. Jackie had haar kinderen vaak in het openbaar borstvoeding gegeven, meestal uit noodzaak. Helaas waren de meeste mensen daar niet zo'n voorstander van. Ze kreeg voortdurend vreemde blikken of zelfs vervelende opmerkingen. Het maakte haar verdrietig, maar ze was eraan gewend en ze herinnerde zich er steeds aan dat het welzijn van haar kinderen altijd op de eerste plaats kwam. Toen ze zoiets opbeurends las, werd ze er emotioneel van. Het was zo lief en ze had zoiets niet verwacht. Ze was het niet gewoon steun te krijgen voor de borstvoeding die ze haar kinderen gaf. Het leven als een moeder kan vaak moeilijk zijn, maar dit vriendelijke gebaar en deze woorden maakten het een stuk prettiger. Jackie voelde zich onmiddellijk zoveel beter en zo trots dat ze een moeder was. Een moeder die haar kinderen borstvoeding gaf wanneer dat nodig was. Ze bedankte de serveerster, Bodhi, en deelde haar waardering op sociale media. Ze nam een foto van het bonnetje en legde uit hoeveel het voor haar betekende. Ze vertelde dat ze met haar man en kinderen naar het restaurant Fong's ging. Haar jongste kind was een beetje kieskeurig, waardoor de moeder en haar baby soms weg moesten en rond moesten lopen. Jackie legde daarna verder uit hoe moeilijk het soms was om in het openbaar borstvoeding te geven. Ze kreeg daar bijna nooit steun voor, maar deze avond was anders. Die avond kreeg ze steun van deze geweldige serveerster.
Jackie eindigde de sociale media post met de woorden: "Ik was sprakeloos en emotioneel. Hoewel ik geen schouderklopje nodig heb voor het woeden van mijn kind, deed het toch deugd. Het is verbazingwekkend hoe wij vrouwen elkaar kunnen laten voelen als we elkaar kracht geven." Andere mensen vonden dit verhaal ook fantastisch. Het werd meer dan honderden keren gedeeld. Mensen toonden hun steun en waardering voor de serveerster en Jackie. Deze twee vrouwen hadden een voorbeeld gesteld voor andere vrouwen. Het was echt een mooi en krachtig moment. Hopelijk inspireert dit verhaal andere mensen om elkaar te steunen en kracht te geven. Isabel Ames. Gelukkig was Jackie niet de enige moeder die steun kreeg van een andere vrouw. Momenten als deze zijn vrij zeldzaam en komen niet al te vaak voor, ook al zou dat wel moeten. Maar gelukkig beleefden de vrouwen uit dit verhaal ook iets moois als de vrouw uit het vorige verhaal. Ook Isabel Ames ging met haar baby naar een restaurant. Ze gingen naar een restaurant met de naam Snooze in Arizona. 10 maanden geleden beviel Isabel van haar dochter. Ze was nog bezig met bijleren hoe ze een goede moeder kon zijn. Ook al vond ze het heerlijk om moeder te zijn, toch was het niet altijd gemakkelijk, zeker niet als kersverse moeder. Terwijl ze in het restaurant zat, begon de baby te huilen omdat ze honger had. Haar moeder besloot haar kind gewoon ter plekke borstvoeding te geven in plaats van een plekje te zoeken waar niemand haar zag. Ze vond het iets normaals en noodzakelijks. Ze wist ook dat dit voor de meeste mensen niet normaal was. Isabel maakte zich al genoeg zorgen. Als moeder met een kleine baby waren er zoveel dingen die ze onophoudelijk moest doen of waar ze aan moest denken. Er was dus niet veel tijd om na te denken over wat andere mensen ervan vonden dat ze haar kind in het openbaar borstvoeding gaf. Ze deed gewoon wat ze moest doen. Godzijdank was de serveerster in het restaurant het met Isabel eens. Isabel kreeg opeens een gratis portie pannenkoeken met een mooi handgeschreven briefje. Er stond op: "Bedankt dat je hier borstvoeding geeft. Veel liefde en respect. Met liefde, Erika." De moeder geloofde nauwelijks wat er op het briefje stond. Het ontroerde haar onmiddellijk. Dit was zo prachtig. Ze werd emotioneel. Dit briefje was mooi en ze waardeerde het enorm. Wat een mooie en vriendelijke ziel had die serveerster. Waarschijnlijk besefte ze niet hoeveel dat briefje voor haar betekende. Het maakte haar dag helemaal goed. Het maakte alles ook een beetje gemakkelijker voor haar als moeder. Ze voelde meteen minder druk en was trots op haarzelf. Net als Jackie en andere moeders was Isabel niet gewend steun te krijgen over het geven van borstvoeding. Ze was het tegenovergestelde gewend. Meestal kreeg ze kritiek of vreemde blikken terwijl ze dit deed. Zoiets als dit, waarbij iemand in het publiek zijn steun betuigde voor het geven van borstvoeding, had ze nog nooit meegemaakt. Dit was de eerste keer, maar hopelijk niet de laatste. Het was zeker onvergetelijk. Isabel barstte in tranen uit. Ze stond op om de vriendelijke serveerster Erika een dikke knuffel te geven. Daarna huilde ze nog harder. Erika werd ook emotioneel en schonk de vrouw een brede glimlach. Erika was blij zo'n geweldige moeder te zien en Isabel was blij dat ze zich eindelijk gewaardeerd voelde als moeder. De vrouwen gaven elkaar echt kracht en zorgden er ook voor dat te laten merken. Wat anderen niet wisten is dat Isabel nogal wat moeite had met het geven van borstvoeding aan haar dochter. Haar dochter wilde de eerste paar weken niet aan de borst. Ze voelde zich een mislukkeling en zei dat borstvoeding geven het moeilijkste was wat ze ooit gedaan had na haar bevalling. Ze was teleurgesteld en voelde zich een complete mislukking. De moeder en het kind werden allebei ziek en kregen het nog moeilijker. Na ongeveer 6 weken lukte het eindelijk om borstvoeding te geven. Dus, toen deze serveerster dit voor haar schreef, werd ze er extra emotioneel van. Ze waardeerde het enorm. De serveerster besefte niet hoeveel dit voor haar betekende. Isabel deelde dit mooie moment ook op haar sociale media. Ze legde uit hoeveel dit voor haar betekende. Vele uren later, tijdens het schrijven van de post, kreeg ze er nog steeds tranen van in haar ogen. "Vandaag kreeg ik liefde, respect en een gratis pannenkoek," is wat Isabel over die dag zei. En het werd een prachtige dag. Dit restaurant, en vooral de serveerster, werden na dat bericht alleen maar populairder. Nu wist de hele wereld hoe geweldig deze serveerster was en hoe fantastisch de klantenservice daar kon zijn. Iedereen die dit verhaal zag, vond de gebaren van de serveerster prachtig en was blij dat de moeder zich zo gelukkig en dankbaar voelde. Het is verbazingwekkend wat een klein gebaar voor mensen kan betekenen. Je kan veel bereiken door vriendelijk te zijn. Anderen een compliment geven kan hen totaal veranderen en een dag goed maken, of zelfs meer. Laten we allemaal proberen vriendelijker te zijn en elkaar meer te steunen. Je bereikt er veel mee. Wat is het mooiste compliment dat je ooit gekregen hebt? Ben jij ook iemand die graag anderen een compliment geeft? Heb je al eens afgevraagd hoe leuk het kan zijn om een compliment te krijgen? We horen graag wat je te zeggen hebt. Deel het met ons in de comments. We hopen dat je van deze video genoten hebt en er tegelijkertijd ook iets van geleerd hebt.
We hebben nog veel meer interessante verhalen en video's in het verschiet, dus tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.